Dank u wel dat u weer uw eigen mening vormt, doordat u niet alleen de stem van de mainstream media beluistert, maar ook tegenstemmen zoals Klaagmeur TV. Goedenavond. Vandaag nog eens over het laatste virusgevaar in West-Afrika. We hebben al op 13 augustus 2014 bericht over de zogenaamde Ebola-epidemie. Alleen degene die zulke achtergrondinformatie meermaals bestudeert. En in zich opneemt, komt daardoor voldoende in beweging en wil dan ook heel praktisch meewerken aan de nodige verandering. Maar wat kan men doen tegen de intriges die ingaan tegen het volkenrecht? Iemand die in beweging gekomen is, schreef ons: Alles is heel duidelijk. Maar nu de vraag: wat kunnen we doen? Waar is de weg die tot het goede resultaat leidt? We begrijpen wat goed en kwaad is en wat er gebeurt als het kwade wint. Maar heeft iemand een praktisch voorstel? De roep naar praktische oplossingen neemt wereldwijd toe, van dag tot dag. En dit gelukkig sinds jaren. Hulpgroep, zoals Heeft iemand een praktisch voorstel? behoren momenteel tot de dringendste verzoeken en zijn tegelijkertijd vragen waarop we graag ingaan in deze uitzending. Ja, wat kunnen wij doen wanneer in West-Afrika de mensen s'avonds niet meer op straat mogen, wanneer Liberia vanwege een vermeende door de VS in zijn gezette ebola-epidemie uitgangsverboden uitvaardigt, grenzen worden gesloten, en zo de toch al beklagenswaardige mensen ook nog in een dodelijke hongersnood worden gemanoeuvreerd? Moeten we echt jarenlang fantasieloos toezien? Hoe met vuil water verziekte volken, in plaats van verzorgd met vers drinkwater, volgepompt worden met vaccins die stamcellen doden? Moeten we ook nog passief aanvaarden dat in naam van mensenhulp biljoenen dollars worden gestoken in vernietigingsoorlogen die alleen gedestabiliseerde en kapotgemaakte volkeren achterlaten? Moeten we dezelfde agitators verder passief gadeslaan, hoe zij verarmde volkeren vaccineren voor nog eens miljarden dollars? Terwijl deze schijnbare weldoeners gedurende decennia nooit bereid waren deze dorstleidende volkeren eerst eens schoon drinkwater te geven, wat hun werkelijke, ja, bijna enige behoefte was? Wie zulke mensenverachtende praktijken niet meer verder werkeloos wil aanvaarden, mag. Kan en moet een netwerk vormen met gelijkgezinden. Waarom een netwerk vormen? Natuurlijk voor praktische hulp, maar geen werkelijke hulp zonder dat voorafgaand een netwerk gebouwd wordt door een voorlichtende mensheid die informeert. De eerste stap of de eerste praktische hulp moet beginnen met het netwerk dat juist zulke informatie doorgeeft. Uit de gedesinformeerde meerderheid moet in de eerste fase een geïnformeerde minderheid tevoorschijn komen. Hierna moet deze geïnformeerde minderheid tot een praktisch handelende minderheid worden. Ze werkt ernaartoe dat ze de nog steeds niet geïnformeerde meerderheid voor zich wint, enzovoort. Een mens afzonderlijk brengt op zichzelf, zoals de ervaring leert, niets in beweging. De werkelijk heel grote misdaden worden begaan door individuen of groepen die voor moedige, alleen strijdenden slechts een ongeïnteresseerde glimlach over hebben. De echte grote misdadigers van onze tijd hebben voor zichzelf tot in de hoogste staats-, regerings- en justitiekringen een netwerk gevormd, dat wil zeggen zichzelf verstrengeld. Daarom kan alleen gemeenschappelijk nog echt iets in beweging gebracht worden. Maar dit netwerk heeft via elektronische weg dus internet zijn grenzen. Zo werd ons Duitsstalig YouTube kanaal al gedurende veertien dagen geschorst vanwege een onschuldige tegenstem over vaccinatievragen. Daarbij kwam de bedreiging voor altijd te worden geschorst bij verdere dergelijke overtredingen. Kijk daarom beslist naar onze duitsstalige uitzending van 14 augustus 2014 totale censuur gegevensbeschermers waarschuwen op YouTube of op Kla TV Of naar onze Nederlandstalige uitzending van 4 augustus 2014, YouTube Censureert Klaagmeur TV. We beantwoorden nog steeds de vraag, wat moeten we nu doen, wat is de weg die leidt naar het goede resultaat? De weg naar het goede resultaat gaat naar onze mening over een internet-onafhankelijk netwerk, immers Volledige censuur tegen onafhankelijke voorlichtingsdiensten, zoals bijvoorbeeld Klagemauer TV, is reeds gepland en niet meer ver weg. We vragen aan iedereen die bereid is tot verandering, hun netwerken onafhankelijk van internet te organiseren. Wie met Kla TV in verbinding wil blijven, weg van internetcensuur, wil AUB deelnemen aan onze enquête. U vindt deze op www.kla.tv. Omvragen. We raden u zeker aan om deel te nemen aan onze enquête, want hiermee bouwen we een informatienetwerk dat onafhankelijk is van internet. Gegevensbeschermers waarschuwen terecht dat de Europeanen als slaapwandelaars in de totale censuur waggelen. Het is slechts een kwestie van tijd totdat de val ook in onze landen zal dichtklappen. Van onze kant zijn we al ingegaan op deze waarschuwing en maken al een internet-onafhankelijk netwerk. We verheugen ons erop dat u er ook bij bent en bij blijft, ook als komt wat moet komen.